sta je op het station in Tilburg. En als het goed is dit de trein uit Den Bosch. En als het goed is, zit Didier daarin. En wat ik in ieder geval zeker weet, is een hele leuke vraag. Jij bent DJ? Ja. Ik had het net over je. Ja. Welkom, leuk dat je er bent. Goede reis gehad? Ja. Uitstekend. Nou, zullen we maar eens beginnen met het eerste. En niet echt het onbelangrijkste. Je weet het, hè? Ja. De jas. Trek hem maar aan. Ja, je zult het niet koud krijgen. Nee, dat zal niet. Oké, en dan gaan wij het eens even hebben over de vraag. Ja. Nou, laten we eens even gaan zitten. Zit hij goed, de jas? Ja. Ah, hij staat perfect. Nou, je hebt een vraag. Mm-hmm. En misschien is het leuk, voordat we op zoek gaan naar het antwoord, dat je ook even voor thuis zegt wat de vraag precies is. Waarom de toetsen op een toetsenbord van een typemachine niet op alfabetische volgorde zitten? Juist. De toetsen op een typemachine, die zitten allemaal door elkaar, alle letters, en niet op alfabetische volgorde. Vind ik een goede vraag. Heb je zelf een idee al? Nee. Je weet het niet. Nee, nou, daarvoor heb je voor ons geschreven, hè? Ik denk dat ik wel weet waar we het antwoord kunnen vinden. Dus ik denk dat we daar maar eens naartoe moeten gaan. Ja. En mee? Ja. Oké. Hallo, mogen wij even wat vragen? Was ze streng, hè? Die vrouw? Ja. Ja, maar ze was niet echt streng, hoor. Ik bedoel, ze heeft ons toch een goede tip gegeven. Ja? We moesten maar eens gaan kijken naar het Scriptium. Dat is een museum met allemaal schrijfmachines. En als het goed is, is het hier. Nou. Ah. Hey. Nou, DJ, als we hier het antwoord op jouw vraag niet kunnen vinden, dan vinden we het volgens mij nooit meer. Nee, kijk, dat denk ik ook niet. Hallo. Hallo. U bent van hier? Ja. Fantastisch. Mag ik u even voorstellen? Dit is Didier. Hij heeft een vraag en we zijn al de hele dag op zoek naar het antwoord. Niemand weet het en we hopen eigenlijk dat u het wel weet. Nou, stel hem maar. Waarom de letters van een typemachine altijd rommelig door elkaar zitten en niet op alfabetische volgorde? Dat wil ik weten. Ja, nou, dat kan ik je hier wel laten zien. Kom maar eens mee. Oké. Nou, hier zie je dus een typemachine met het QWERTY-toetsenbord. Ja? Wat is dat, QWERTY-toetsenbord? Dat heet zo omdat de eerste letters QWERTY zijn. Zie je dat? Oh, ja. Ja. Nou, dit toetsenbord is gemaakt voor de Engelse taal. Als ik nou de E en de R indruk, dan blijven die hier haperen. Ja? Dan moet ik ze weer terugduwen. En die komen gelukkig niet zo vaak naast elkaar voor. Als ik twee letters neem die wel vaak naast elkaar voorkomen, bijvoorbeeld de T en de H voor de Engelse the, voor de, zie je dat die niet blijven hangen. Ja? En die zijn dus zo geplaatst dat dat opstroppen niet voorkomt. En daar is de volgorde van de toetsen op gekozen. Ja, maar waarom is het dan op een toetsenbord van een computer, die heeft niet meer van die hamertjes. Waarom zouden die dan ook niet op alfabetische volgorde hebben? Dat hadden ze wel kunnen doen, maar het is zo dat iedereen inmiddels zo gewend is aan dit toetsenbord dat ze eigenlijk allemaal opnieuw hadden moeten leren typen. En daarom hebben ze het maar in de QWERTY volgorde laten staan. Oh. Dus ooit heeft iemand dit bedacht? Ja. En de rest heeft gedacht van nou, laat het maar gewoon zo houden. Ja, dat was wel zo makkelijk. Wie heeft dit dan ooit bedacht? Dat heeft degene bedacht die de eerste typemachine heeft gemaakt. Dat was een Amerikaan. En die heette meneer Scholz. Ja, weten we dat ook meteen? Ja. Tevreden? Ja. Hartstikke bedankt. Oké, okay, geen dank. Wij gaan er vandoor. Ja. Kom. Dag. Nou, het is eigenlijk heel logisch, hè? Ja. Die letters die gaan gewoon in elkaar zitten. Mm-hmm. Had ik kunnen bedenken. Ja. Zeg trouwens, wanneer gaat jouw trein? Oh, daar is hij. Is dat jouw trein? Ja. Dan zou ik hem maar eens gaan pakken. Hey, tot ziens. Ja, doei. Bedankt voor de vraag. En wie was ook alweer de uitvinder van de eerste typemachine? Charles. Wie? Charles. Oké.